Naast mij dus professor Oosterhuis, wetenschappelijk directeur van Daniel de Hoed Stichting. Akkoord. Ja, oké. Okay. Ja. En helemaal aan de rechterzijde de heer Willem den Hoed. En dan weet ik zeker dat er bij een heleboel Rotterdammers natuurlijk een lichtje gaat branden. Want als we het over den Hoed hebben, hebben we het 9 van de 10 keer over Daniel den Hoed. Willem, ook heel hartelijk welkom. Dankjewel. En ja, eigenlijk nu we toch hier in het Feyenoordstadion zitten. Hebben jullie iets met sport? Nee, ik ben een vanaald sporter altijd geweest. Ik heb gevoetbald in mijn studententijd. Tot ik vlak voor mijn afstuderen mijn been op een wat vervelende manier brak. En dat was toen ook gelijk het einde van mijn carrière. Ja. Was dat ook de reden om arts te worden? Nee, was toen al praktisch afgestudeerd. Het was wel een mooie gelegenheid om militaire dienst te ontlopen toen. Met een gebroken been. Ik werd gelijk afgekeurd. Nou, daar voelde je niet echt over. Nee. Ik heb meteen jouw dagelijks werk verklapt. Je bent arts. Ja. Dat heeft niet direct iets te maken met Daniel den Hoed, hè? Nee, ik werk niet in de Daniel den Hoed. Ik had eigenlijk nooit arts willen worden. Mijn hele familie bestond uit artsen. En natuurlijk Daniel is mijn vader was natuurlijk een hele beroemde. En mijn moeder heeft dat werk ook jaren gedaan. En ik denk, ik moet wat anders doen. Maar blijkbaar was ik toch zo erfelijk belast dat ik uiteindelijk toch medicijnen ben gaan studeren. Maar ik doe een heel ander deel van het vak. Ik werk in de Rotterdamse haven. Ja, dat is wel heel interessant natuurlijk. Ja. En ja, de Rotterdamse haven, daar denk je dan toch niet eigenlijk meteen aan als je het woord arts wordt. Vertel eens een heel klein beetje daar over zo'n dagtaak eruit. Nou, dat is dus onvoorspelbaar. We hebben een continue inloop van zeelieden die wel of niet komen. Ik bedoel, scheepvaart is hollen of stilstaan. De ene dag heb je een wachtkamer vol. En de volgende dag is het ineens heel rustig. Ja. Dat is heel rustig. Jij hebt het over zeelieden. Zeelieden varen. Ja. Jij hebt zoiets van ze komen bij mij in de praktijk. Hoe zit dat? Ja, er komen natuurlijk in Rotterdam 30.000 schepen per jaar binnen. En daar zitten toch gemiddeld zo'n minstens 10 mensen per schip. Dus reken maar uit. 300.000 mensen komen in de Rotterdamse haven. En een deel daarvan heeft af en toe een huisarts, een arts nodig. En dan wordt dat geregeld dat ze naar een van de havenartsen kunnen, meestal met een taxi of wij gaan aan boord, ook dat gebeurt. Goed, we komen straks nog even terug op jouw vader, want daar willen we het natuurlijk graag over hebben. Hè? Ja. Hij heeft 10 jaar in Rotterdam gewerkt, is eigenlijk enorm bekend. Ik wil daar graag straks nog even op terugkomen. Maar nu we toch de naam Daniel den Hoed hebben laten vallen. Professor Oosterhuis, u kwam in 1990 naar Rotterdam. U bent geen Rotterdammer. Nee. Waar komt u vandaan? Een Noorderling. Een Noorderling. Ik ben van Noordhorn, dat ligt vlakbij Groningen, verhuisd naar Rotterdam. Ja. En u bent nu Rotterdammer? Absoluut. Ja, want dat word je heel snel, begrijp ik. Hè? Dat is zo, ja. Ja, en hoe komt dat? Ja, het is een stad met enorme mogelijkheden. Ja. Om eens wat te noemen, mijn kinderen die. We reden Rotterdam binnen, ik herinner me nog heel goed. Dus dat was in 1990. Het moet zijn geweest de laatste week van juni of zo. En bij het binnenrijden van Rotterdam, hè, met al die lichtjes en die hoge gebouwen, werden ze pas praktisch extatisch. Ja. En u heeft het over hoeveel kinderen heeft ze? Ik heb 6. U heeft er 6? Dat is typisch iets voor het Hoge Noorden. Ja. Dat is weer niet echt typisch Rotterdam. Is dat zo? Geen woorden, maar dalen. Ja, precies. Even toch, hè, u heeft zelf kinderen. U werkt in de Daniel den Hoed. U heeft eigenlijk toch te maken met vaak bijzonder moeilijke patiënten. Mm-hmm. U doet daar wetenschappelijk onderzoek in. Ja. Dat is uw taak. Dat is mijn werk. Ja. Zit er überhaupt schot in? Is dat te onderzoeken? Want ik heb wel eens het gevoel, ik denk, hoeveel jaar hebben we er al niet mee te maken? En heeft u niet ooit eens op het punt gestaan om het op te geven? Want het lijkt me toch ontzettend moeilijk. Ja, nou daar kan ik heel, laten we zeggen, getalsmatig antwoord op geven. Hè? Er wordt gezegd dat per jaar, laten we zeggen, 0,5% overleving van de kankersterfte verbetert. Hè? Dus laten we zeggen, met over 50 jaar zijn we 25% verder. Nu overleeft ongeveer de helft van de kankerpatiënten en dan zou het 75% zijn. Dat zijn van die globale getallen. Maar dan praat je over het geheel. En wat je beter kunt doen is dat je kijkt naar
bepaalde vormen van kanker en hoe het daarmee gaat. En mijn eigen onderwerp van onderzoek, dat is kanker van de teelbal. En dat was een ziekte die is, dat is natuurlijk inmiddels een heel bekend verhaal. Even voor gewoon Rotterdams, dat is prostaatkanker. Nee, teelbal, dat is de bal gewoon. De bal. De bal. Kanker van de bal. Ja. En daar zijn twee soorten van. Eén die was van oudsher goed met bestraling te behandelen. Typisch een van die ziekten die al van oudsher in de Duin- en Hoedkliniek met bestraling werd behandeld. Maar de andere helft is niet met bestraling te behandelen. Die was tot, laten we zeggen, midden van de 70er jaren was die een dodelijke ziekte. Als je die ziekte kreeg, dan was het praktisch zeker dat je eraan overleed. Iets van 10-15% van de mensen genas ervan, omdat ze dan blijkbaar in een heel vroeg stadium waren ontdekt. Maar in 1977 is er toen een hele effectieve chemotherapie voor ontdekt en toegepast. En nu is het net andersom. Nu geneest 85% en maximaal 15% overlijdt eraan. Dus ook mensen die helemaal vol met uitzaaiingen zitten van die ziekte, die kunnen ervan genezen. En Armstrong, de man die de Tour de France nu inmiddels al twee keer gewonnen heeft, die heeft het gedaan nadat hij dus effectief behandeld is voor die ziekte. Dat was dus een man die, laten we zeggen, als hij in 1970 was gediagnosticeerd met die ziekte, dan was hij eraan overleden praktisch, met hele grote kans. En nu dat hij in deze tijd leeft, is hij daarvan voor behandeld en genezen en redt zo Tour de France uit. Dus ook niet iemand die dan zeg maar als een wrak achterblijft van die behandeling. Nee, het is iemand die zo'n Tour uitrijdt. Ja. Ja, want dat is eigenlijk denk ik toch het wonderlijke als je daar mee bezig bent. Want u bent daar enorm mee bezig. Ik zie dat aan u. Hè. Uw leven wordt grotendeels beheerst door dat verhaal. Ik denk dat je, en dat was natuurlijk mijn vraagstelling ook naar u toe. Als je daarmee begint, dan is het natuurlijk iets waarvan je op een gegeven moment zegt, ik wil er ook iets mee bereiken. U geeft het aan van een wielrenner op hoog niveau. Maar eigenlijk bent u ook een top. Iemand die daar absoluut elke dag zich in moet verdiepen. En ontwikkelt zich dan in uw gevoel dat toch op een manier. Of zou u het nog allemaal willen versnellen? Nou, wat dat betreft leven we in een bijzonder interessante tijd. Want daar hebt u ook vast wel van gehoord, dat de moderne ontwikkelingen wat betreft de mogelijkheden van onderzoek van de genen van de mens. Hè? Dus humaan genoomproject, dat zegt u wat. Inmiddels is bekend wat precies, laten we zeggen, hoe onze genetische code in elkaar zit. En daar zijn apparaten voor ontwikkeld om in een heel hoog tempo, ik noem dat dan snelle robots, uit te zoeken hoe de genen van een kankercel in elkaar zitten. Onderzoek dat voor, laten we zeggen, een jaar of 4 geleden absoluut ondenkbaar was. En dat nu dankzij die ontwikkeling van goede apparatuur, van bepaalde methoden, omdat de gegevens die je krijgt met computersprogramma's te analyseren, die geven de mogelijkheid op een heel gedetailleerde manier kanker te onderzoeken. En we hebben echt goede hoop. En dat is niet een luchtkasteel. Dat is echt iets wat zich. Dat is een scenario wat zich gewoon met zekerheid ontwikkelt. Dat we van de kankercellen gaan weten wat er precies mee mis is. En dat niet alleen. Dat we daar ook aanknopingspunten in vinden om heel gericht op dat bepaalde defect van die bepaalde kankercel, van die bepaalde patiënt, een behandeling in te stellen waardoor die patiënt geneest. Dus heel recent, ruime week geleden ben ik in Amerika geweest op de American Association for Cancer Research meeting, AACR, de jaarlijkse meeting, dat is echt de grote wereld, laten we zeggen, tentoonstelling of hoe je het moet noemen, van het kankeronderzoek. En heeft een man een prijs gekregen voor een geweldige doorbraak in het onderzoek. En dat betreft een vorm van bloedkanker van de witte bloedcellen die bij onze afweer betrokken zijn. Die tot nu toe eigenlijk niet goed te behandelen is. En met de benadering die ik nu noem, is heel precies gekeken wat is er mis met die cel. En laten we zeggen, hoe kunnen we daar heel gericht een stofje aan die cellen geven waardoor dat weer wordt gerepareerd. Nou, daar is dus een aantal jaren onderzoek naar. Precies dat stofje is gevonden, wordt erbij gedaan. En nu kan in 60-70% van die gevallen kunnen die mensen volledig worden genezen. Ja.
En dat is echt spectaculair. Ja. Ja, en dat is het soort scenario waarvan we denken dat zich dat gaat ontwikkelen. Ja. En dat is ook de hoop. Hè? Want, absoluut. Want, ja. Uiteindelijk die hoop is vaak van twee kanten. Ook u als medicus, hè? Als iemand die daar nogmaals zijn volledige gave in geeft. Maar ook voor de mensen thuis. Hè? Ik bedoel, want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat iedereen in zijn familie wel er eens een keer mee geconfronteerd wordt. Hè? Nou, om precies te zijn, een van mijn 6 kinderen heeft de ziekte van Hodgkin gehad, kan ik zeggen. Ja, dat is nu inmiddels bijna 5 jaar geleden. Die jongen die deed eindexamen op het moment dat die diagnose werd gesteld. En die heeft dus een behandeling gekregen waardoor die nu genezen is. En ik ben dus een van de mensen die enorm heeft geprofiteerd van al dat werk dat andere kankeronderzoekers gedaan hebben. Ja. Ja. Want van die jongen geldt dat als hij in het begin van de 60e jaren had geleefd, dat hij het niet gered had. Nee. Dat is een behandeling die inmiddels wat ouder is. Dus het is al langer zo dat deze jongens kunnen worden genezen. Maar het is ook zo dat de behandelingen die vroeger werden gegeven, die worden nu beschouwd als betrekkelijk ruw en met veel bijwerkingen. En tegenwoordig zijn die behandelingen alweer zo heel verfijnd en zo aangepast dat het zo weinig mogelijk bijwerkingen geeft. En ja, zo'n joch heeft natuurlijk de tijd meegehad. Ja, dat kun je wel zeggen. Willem, ik zou even terugkomen op de naam Den Hoed. Wat wij samen constateerden was dat we in een andere locatie, weliswaar als deze, want ik vind het hier eigenlijk allemaal veel mooier en veel nog Rotterdamse, om het zo maar even te zeggen. Maar jouw vader, die werd Rotterdammer van de eeuw. En wij hadden eigenlijk allebei zoiets vervielen van onze stoel. Ja. Niet vanwege het feit dat hij het niet zou verdienen. Maar dat met name juist in Rotterdam zo ontzettend leefde. Hè? Ja. Heb jij daar een verklaring voor? Nou, wat je zegt, ik was ook heel verbaasd. Ik hoorde dat hij genomineerd werd. Dat vond ik al heel bijzonder. Maar dat hij zo ruimschoots won. Maar achteraf denkend, ja, die Daniël den Hoed, die kliniek, die heeft natuurlijk... Zoveel mensen hebben daarmee te maken gehad. En wat je al eerder zei, elke familie of elk gezin wordt wel eens geconfronteerd of in zijn omgeving met kanker. En ondanks alle mooie dingen die al gevonden zijn, in mijn eigen praktijk heb ik nu ook weer een paar gevallen van ja, niet meer te helpen. En dan denk je, jongens, ja, dan is het zo verschrikkelijk goed dat met name in die Daniël den Hoed kliniek zoveel ontdekkingen toch nu nog steeds worden gedaan. En wereldwijd natuurlijk, niet alleen in de Daniël den Hoed, maar goed. Zo'n gespecialiseerd centrum. En blijkbaar leeft dat bij al die Rotterdammers. Mooi, hè? Zo, dat is inderdaad schitterend. Ik was, moet ik eerlijk zeggen, aangedaan toen ik dat hoorde. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. En wat nou, denk ik, voor mezelf eigenlijk ook een prettige constatering is, dat het ook uit het taboe is, hè? Want het is toch heel lang eigenlijk zo geweest dat iedereen er omheen zei. En nu kunnen we gewoon aan tafel, weliswaar deskundig, maar we kunnen er toch over praten. En ik vind dat op zich al een hele bijzondere ontwikkeling. Hè, maar professor, u wilde nog eigenlijk ook zelf iets kwijt over de ontwikkeling, over de Daniël den Hoed als zodanig. Want er zijn wat fusies, heb ik begrepen. Ja. Leg u dat nog eens uit? Nou, Ik vind het plezierig om de gelegenheid te gebruiken. Misschien moet ik zeggen misbruiken. Nee, absoluut. Nee, we zijn heel dankbaar dat u er bent. Dus wat dat betreft geen punt. Kijk, de Daniël den Hoed kliniek is een begrip. En de Daniël den Hoed kliniek is tot voor kort. Laten we zeggen 1 januari 1995 was het een apart ziekenhuis. En het is denk ik belangrijk dat de Rotterdammers weten dat het kankerziekenhuis in 1995 dus gefuseerd is met het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Dat heeft toen best in de kranten gestaan. Maar het is zoiets dat, denk ik, dat lees je en dat dringt niet echt tot je door. Maar de Daniël den Hoed kliniek als zelfstandige kliniek heeft opgehouden te bestaan. En het is nu onderdeel van het Academisch Ziekenhuis. Het heet dus nu AZR Daniël. Maar wat heel belangrijk is om te weten, dat is dat met die fusie aan de Daniël den Hoed, laten we zeggen AZR Daniël, is niet anders dan de Daniël den Hoed kliniek. Er heerst dezelfde sfeer, er heerst dezelfde toewijding. Misschien mag ik dat met een verhaaltje illustreren. Ik zat dus bij een taxichauffeur in de taxi uiteraard. En toen zei hij tegen mij, dat was helemaal ongevraagd, dat zei hij spontaan. Weet je, zegt hij, want hij wist dat hij me naar de Daniël moest brengen, wat ik zo leuk vind, als ik patiënten bij de Daniël breng,
dan heb ik het gevoel dat ik ze bij de familie breng. Ja. Hè? En dat vind ik het grootste compliment wat je aan zo'n kliniek kunt maken. Natuurlijk zijn dat heel deskundige dokters. En die geweldig hun best doen om die mensen er doorheen te halen. Maar wat zeg maar niet vanzelfsprekend is, dat in zo'n hele kliniek een sfeer heerst van toegewijdheid tot die kankerpatiënt. En dat is, die fusie heeft daar niets aan veranderd. Dat verhaal wil ik kwijt. En wat ik ook leuk vind om te vertellen, dat is dat in het kader van die fusie, het kankeronderzoek is gebundeld in een nieuw gebouw, het Josephine Nefkes Instituut. En dat was op Hoboken. En dat is op Hoboken. Dat staat met name natuurlijk onze kijkers en dat zijn dan ook veel oud-Rotterdammers uiteraard. Ja. Kijk, Hoboken heeft natuurlijk een heel apart verhaal in Rotterdam. Dus dat is herkenbaar. Ja. En daar staat nu dat nieuwe gebouw. Ja, direct naast de hoogbouw van de faculteit, zeg maar. En eigenlijk zo'n beetje tussen het academisch ziekenhuis en de faculteit in, precies waar het hoort. Zeg maar tussen het fundamentele onderzoek en de patiëntenzorg in, om te proberen de vertaalslag te maken tussen al die vorderingen op het meer fundamentele onderzoek naar de kankerpatiënt. Dat is wat wij beschouwen als onze missie. En wat je dus kunt zeggen is dat in Rotterdam nu het kankeronderzoek en de patiëntenzorg gebeurt op heel globaal twee plekken. Het onderzoek vooral in het Josephine Nefkes Instituut en de patiëntenzorg in de Daniël de Noordkliniek. En in de nog verdere toekomst zal het zo zijn dat met de nieuwbouw van het academisch ziekenhuis al het kankeronderzoek, zowel van of alle kankerbehandeling, zowel van de Daniël de Noordkliniek nu, dus AZR Daniël, als in Dijkzicht, dat komt allemaal bij elkaar in één domein van het nieuwe academisch ziekenhuis. En dat heet dan voorlopig thema 2. Het zal dan overigens ook Daniël heten. Daar is toestemming voor gevraagd aan de familie en gegeven. Dus tegen die tijd hebben we dan in Rotterdam in feite het grootste kankerziekenhuis van Nederland. Steeds weer met de naam Daniël. Maar dan als onderdeel van het academisch ziekenhuis. En dat is dus, ik denk dat het belangrijk is om te weten wat in grote lijnen de ontwikkeling is van dat instituut. Absoluut, absoluut. Ik heb voor jullie beiden een slotvraag. Willem, heel raar. En dat is natuurlijk iets wat je aan het eind kan verwachten. Jij heeft alles te maken met zeelui. Ben je zeeziek zelf? Ja, heel erg. Ja. Dus, dat is heel bizar. Ik hou van zeilen en ik hou van de zee, maar zeilen op zee is mij niet gegeven. Dat is vreselijk. Nee. Ik word heel snel zeeziek en dat is een familietrekje. Mijn moeder had het ook en mijn jongste dochter heeft het ook. Dat is, daar kun je niks aan doen. En elk jaar mochten we een tocht maken met de Eendracht van Scheveningen naar Rotterdam hier. Bij mij voor de deur waar ik woon aan de Westerkade. En ik was altijd weer zeeziek, maar toch, ik vind het zo mooi. Dus ik ging altijd wel weer mee, maar voorlist is de enige ziekte waarvan je weet wanneer die over is. Hè? Precies. En aan professor ook een slotvraag. Waar staan wij in Nederland met het onderzoek in vergelijking wereldwijd? Nou, ik heb laatst weer eens een stukje gelezen in de krant dat Nederland, als het gaat om wetenschappelijke productie, pak dat even bij de kop, hè. Heel hoog scoort. Ze hebben gekeken naar de mate waarin artikelen die door Nederlandse wetenschappers worden geschreven, worden gebruikt door anderen. Dat heet citatiefrequentie. En het blijkt dat Nederland daar de derde in de wereld ranglijst is. Alleen maar voorafgegaan door Amerika en Zwitserland. En dat juist de biomedische wetenschappen, waar ook het kankeronderzoek in zit, hoog scoort. Dus voor wat betreft het kankeronderzoek zitten we in Nederland erg goed. En ik weet ook hoe het komt. Dat komt vanwege het feit, althans dat is een heel belangrijke factor, dat is dat we in Nederland het Koningin Wilhelmina Fonds hebben. Dat noemt zichzelf nu Nederlands Kankerbestrijding. En dat fonds dat betaalt op dit moment maar liefst de helft van alle kankeronderzoek. En daar is een hele strenge beoordeling van onderzoeksprojecten die mensen indienen. En het is dankzij die goede selectie van projecten, maar ook doordat er zeg maar een overzicht is van wat er in Nederland gebeurt. Er worden geen dingen dubbel gedaan die niet nodig zijn. Het is dankzij die inspanning dat Nederland in kankeronderzoek zo goed scoort. En dat brengt mij bij één laatste punt wat ik toch nog wilde zeggen. Dat is dat voor het onderzoek dus ontzettend veel wordt gegeven aan het KWF, Koningin Wilhelmina Fonds. Maar dat de historie van de Daniël en het Josephine Nefkes Instituut gekenmerkt wordt door ontzettend veel
geven van Rotterdammers voor de zaak. De voorloper van de Duinhoedskliniek, het RRTI, Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut, dat is in 1914 gesticht, dankzij fondsenwerving onder Rotterdammers, die overigens bedoeld was voor het kankercentrum in Amsterdam. Ja. Maar toen haalden ze zo'n groot bedrag op, 220.000 gulden was dat toen, dat ze dat wat jammer vonden om dat allemaal aan Amsterdam te geven. Toen hebben ze 20.000 aan Amsterdam gegeven. En 200.000 gebruikt voor het oprichten van het RRTI. Nee, heel mooi. Ik had ook niet anders verwacht. Nee. van een Rotterdammer. Ja, ik mag constateren dat Nederland ook in een keer in positieve zin voor oploopt in de wereld. Daar zijn we heel erg blij mee. Ik ga jullie hartelijk danken voor het feit dat u zo deskundige uitleg wilde geven. En uiteraard Willem den Hoed, vanwege het feit dat ik het bijzonder leuk vond. En ik denk ook alle kijkers om nou eens te kijken wie nou de zoon was van. Hè, want dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Ik wens jou uiteraard in je werk nog al het beste. Hè? En hopen dat er niet al te veel zeelui ziek worden, want dat is natuurlijk ook niet de bedoeling ervan. En ja, voor wat betreft het kankeronderzoek, ik heb ooit in de leerstoel gezeten van Annie de Reuver en die zei altijd gewoon doorgaan. Ik denk dat in dit geval ook heel positief is, want er zijn natuurlijk altijd mensen die daar weer hoop uitputten. Ik vond het heel bijzonder dat u bij me was. Hartelijk dank. Graag gedaan. Willem. Graag gedaan. Leuk.